Goedemiddag kijkers, welkom bij deze korte video. Ik laat even zien waar ik zelf nu mee bezig ben. De mods van WC007 die werken super. Alleen zoals je hier in de README template file kan zien, staan hier een aantal dingen bij. Nou, ik heb even wat weggehaald. Maar je kan dus bepaalde dingen kan je dus veranderen via de regel diffuse. Diffuse, dat wil zeggen de helderheid van de mods die jij op dat moment op die truck hebt zitten. Dus als je bijvoorbeeld de skin maakt, die zou rood zijn. En jouw size kit zijn bijvoorbeeld ook rood. Dan kun je die twee kleuren afsteken. Dat wil zeggen dat de size kits donkerder of feller zijn dan de skin die jij op jouw cabine hebt zitten. Of op jouw truck zelf. Nou is het volgende wat ik aan het doen ben. Dat zal ik even laten zien. Hier ben ik met een auto bezig. Daarvan zijn de size kits in principe al redelijk goed. Ze kunnen nog altijd een teentje lichter. Maar dit is al een stuk beter dan hoe ze eerst waren, want ze waren in het begin helemaal wit. Dat scheelde niet veel, maar dit is geen wit, dit is meer, ja, heel beige. Maar ik zou dit even laten zien. Kijk, de bumper. En vooral de voorbumper, de onderlip, die is nog te fel vergeleken met de kleur van de auto zelf. En dat is wel op te lossen, maar je moet het alleen even weten. Dus de diffuse gaan wij aanpassen. En nou weet ik uit mijn hoofd dat dat Zadok is. Hier staan twee mat files. De Zadok K1 en de Zadok K. Dus hier staat gewoon een eentje achter en hier niet. Nou, die open ik even met Adobe, of nee, met Adobe Notepad++. Nou, hier was ik dus al bezig met de diffuse regels. Dat wil de helderheid van de mods aanpassen. Nou, ik zou ze nou eens even op 8 zetten. En om het slim te doen, als je denkt van ik wil niet elke keer mijn toetsenbord moeten gebruiken, pas je gewoon één regel aan. Kopiëren. Die sla ik gelijk op. Nou, heb ik hier weer diffuse. Die staat op 0.9. Maar ik zet hem nou op 0.8. Dus dan staat hij weer iets donkerder. Zo. Nou, dan heb ik hier het uitgepakte mapje staan. En het zijn al deze mapjes, fotootjes en weet ik veel wat allemaal. Nou, kopiëren. Jullie zien het niet, maar ik wel. Ik sleep dat naar de mod toe. Krijg ik een bevestiging in de mod van wilt u dit vervangen en herschrijven. Nou, dan klikken we gewoon op oké. Okay. Dan gaan we weer terug naar de game. Ik ga even het spel laden. Zo. Niet naar de onderlip van de voorkant kijken, want die moet nog steeds gedaan worden. Nou, zoals je ziet is de achterkant van de truck die ook een stuk beter. Hij oogt beter dan eerst. Maar ik had hem eerst op 1.5 staan en nu staat hij op 0.8. Dus dit is al een hele verandering. Hij mag zelfs nog wel 1 lager, denk ik. We gaan er nog eens 1 lager zetten. En als je denkt van, nou ja, ik vind het niet echt mooi zoals hij dat doet. Nou ja, dan laat je het gewoon zo staan zoals het moet.
gaan we ze weer even openen. Die zitten we dan op 7. Kopieer we die even. Plak hem. Kopieer we deze hele lijn. Met haakjes alles erbij. Dus gewoon tot het begin, tot het einde. Kopieer hem. Nou, hier zie je ook weer 1.8 of 0.8. Plakken. Voor de rest niks aanpassen hier, alleen de diffuse pakken. Want als je die andere regels gaat aanpassen, dan kan het zijn dat het spel de mods niet meer wil laden. Nou, opnieuw inpakken. We gaan weer even kijken. Er hoeft maar één getalletje verschil in te zitten. En het spel dat maakt er al een hele grote fout van. Alleen ik weet dat die views momenteel werkt. En dan kun je het beste gewoon testen op een standaard skin. Uit de game zelf. Dan moet je kijken joh. Die ziet er gewoon super uit. Dan heb ik een eigen skin in game staan. Pas zelf. De kerstskin. Nou, die leest zich nou ook stuk beter. En die stond hier ook op, dus die laat ik ook weer op staan. Dat is denk ik de bedoeling dat we dit ook even gaan doen. Die zou wel heel hoog staan, want aan de felheid te zien van die mod is dat heel hoog gezet. Daar kunnen wij zelf niks aan doen, maar het enige wat we wel kunnen doen is dat even oplossen. Nou, we hebben dit klaar. Is de bumper. Dan ga ik even zoeken in mijn mods naar de volgende. En dat zijn de mudflaps. En als het goed is, is het deze. Hoppatee. Ja. Oké, okay, bla 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 bla. Dan gaan we deze even naar beneden gooien. Het is er ook maar eentje, zie ik wel. Als het goed is. Ik zie hier maar één MAT, één mat file staan. Het is Lamps 1. Dus we typen hier Lamps 1 in. Of Lamps 1. Kan ook. Nou, die staat op 1.5. Die zetten wij ook op 0.7. Slaan wij op. Dan is die klaar. Dit selecteren we allemaal. Slepen we gewoon naar de mod weer. Zo. Dan kunnen we die map ook weer leeg gooien. De pullenbak komt er wel vol door te staan. Maar oké, dat is nou eenmaal zo. Dan hebben we hier de front fender add-on. En ik denk niet dat dat hierin hoeft. Nee, dat is dus ook niet nodig. Zo. Even gaan zoeken. Dan denk ik dat ik alles gehad heb. Dit is in principe mogelijk met bijna elke mod.
50k heb ik het ook al bij gedaan. Alleen ja, dat stak er nou net niet even heel mooi uit. Dat was niet echt super, super, super. Waarvan je denkt van, nou ja, goed, dat is het. Dus als je ziet, staat deze alweer te donker. Dus die moet weer wat lichter worden. Die zetten wij terug naar 1, denk ik. Of 0.9. En we krijgen een berichtje op Facebook. Yep. Komen we zo aan. Even kijken. Bumper pack, nee, die moeten we niet hebben. Wij moeten deze hebben. En dat is deze. Die zetten we nu op 0.9. Kijk, dit is er maar 1, dus dat kan ik even handmatig doen. Selecteren, slepen naar de mod, overschrijven en inpakken en weer kijken. En dit doe je in principe met alle mods waarvan je denkt van hey, ik vind het hartstikke mooi, maar ze zijn gewoon te fel of te donker. Wel zorgen dat je Notepad++ hebt, want dat werkt voor mij het fijnst. Het kan natuurlijk ook wel met kladblok, alleen kan het zijn dat je misschien een verkeerde regel opent of wijzigt. Nou, we zien dus dat hij nog wel iets lichter mag. En zetten we deze op 1. En deze op 0. Het kan zo zijn dat hij gewoon op 0.1 of op 1.1 moet staan of op 1.2. Alleen 1.5, dat was dus te fel. Nog even kijken, want ik ben bang dat ik hem niet heb opgeslagen. Jawel. Hoppatee, inpakken. En dit doe je gewoon in principe met een skin die dus over de hele auto één enkele kleur is. Dus bijvoorbeeld deze auto die nou laat, die Volvo. Nou, je ziet dus al dat alles daar gewoon op klopt. Alle kleuren kloppen. Nou, zo doe je dat dus ook bij de... bij de rest van de trucks gewoon één skin erop gooien, één kleur. En daarmee controleer je dus alles. Nou, dit ziet er perfect uit. Dit is helemaal klaar. En zo zeg ik het. Het kan heel sterk kan het worden in een Eurotruck. Alleen ja, je moet allemaal weten waar en hoe je het doet. Nou, mocht je vragen hebben en denk je van ik heb ook een mod, maar ik kom daar niet uit. Ik weet bij God niet hoe ik dat aan moet passen. Nou, ik wil best helpen. Dus laat het maar weten. Nou, tot ziens jongens en bedankt voor het kijken.